Ik sta hier bij het Odense Huis, laagdrempelig inloopcentrum voor mensen met beginnende dementie. Juist voor die mensen wilde ik graag verhalen gaan schrijven. Maar alleen als ik ze ook met hen kon uitproberen. Dus ik hoopte in het Odense Huis een proeftuin te vinden. Ik begon met iets te vertellen over mijn vak als kinderboekenschrijver. Ik was welkom in een vaste groep mensen die wekelijks bijeenkomt. Daar werd ik enorm verrast door wat er allemaal ter tafel kwam. Muziek, gedichten, losse teksten, herinneringen en zelfs heel actuele thema's. Daardoor kwam er verbinding, herkenning en ook heel veel plezier. Het leek hen leuk als ik daar eens kwam voorlezen. En zo ging ik actief deelnemen in de groep. De kruisbestuiving tussen die groepsactiviteit en mijn verhalen groeide uit tot een project. Zo werd het boek veel meer dan verhalen alleen. Ze vormen de kern van zinvolle tijdsbesteding. Ook werkten de mensen uit het Odense Huis en stagiaire Lara actief mee aan het maken van foto's, die sfeerbeelden vormen in het boek en aan deze korte film. Ik hoop dat het boek inspireert om ermee aan de slag te gaan. Met de nadruk op wat mensen met beginnende dementie nog wel kunnen. Hey, goedemorgen Joke. Joke schrijft verhalen en die komt ze voorlezen bij ons in de groep. Over een tijdje komt er een boek van. Nou, zoals jullie weten, dat kom ik Heb ik een aantal keren hier een verhaal voorgelezen. En komt daar in september een boek van. Dan weet ik niet hoe het precies eruit gaat zien. Maar het gaat heten Ik weet nog goed. Je ziet hier een paar plaatjes die in het boek komen. Okay. En het is heel spannend. Nu wacht ik op hoe dat boek eruit gaat zien. Het verhaal dat ik ga voorlezen heet Mijn grootste wens. Vanmiddag in het plantsoen besnuffelde een jonge hond ineens mijn schoenen. En enthousiast probeerde de pluizenbol tegen mijn broekspijp op te springen. Meteen dacht ik aan vroeger, toen mijn zusje en ik een keer aan het knikkeren waren. Plotseling stond er een hond voor ons, met een stok in zijn bek. Hij legde de stok voor mijn voeten. Hij blafte. Lara. Hij keek mij verlangend aan. Jullie mogen ook mee blaffen, mag ook. Hij keek mij verlangend aan. Wil jij het eerste stukje lezen? Zullen we luisteren naar Meer die het eerste stukje leest? Ik ben een open boek, maar niemand wil mij lezen. Ik ben een open boek, een leesbaar levend wezen. Ik ben een luisterboek. Ik leef. Ik maak geluid. Ik ben een open boek. Toe, lees mij. Ik wil uit. Ging het nou over een boek of over een hond? Dat is maar de vraag. Ja, nou, als je het hier op het plaatje kijkt, dan liggen ze met de koppen tegen elkaar. Dus dan is het bijna iets anders. Ja? Okay. Hanneke, wil jij een stukje nog ervan lezen? Ja? Of dat ze het nog één keer horen? Ja. Ja? Hond. Ik ben een open boek, maar niemand wil mij lezen. Ik ben een open boek, een leesbaar, levend wezen. Ik ben gezelschap, trouw, aanhankelijkheid, plezier. Ik ben een levend boek, geen woorden op papier. Ik ben een aaibaar boek, ik heb een zachte kaft. Ik ben een boek dat jankt en plast en danst en blaft. Ik ben een luisterboek, ik leef, ik maak geluid. Ik ben een open boek, toe. Lees mij, ik wil uit. Nou, dat is mooi. Goed voorgedragen. Dit is heel mooi voorgedragen. Dit is geschreven door Bette Westera. Die schrijft prachtige gedichten. Ja. Maar vinden jullie het wat om nog even het regenwoud in te gaan? Ja, ik vind het wel eventjes leuk. Een regenwoud verhaal met foto's. Ja? Ja. Laat het niet in je kast zeggen. Zo smaakt het niet. Zo. Nee.
Jullie hadden het laatst over vakanties en herinneringen aan vakanties. En toen dacht ik, ik ben lang geleden in het regenwoud geweest. In Brazilië. En misschien vinden jullie het leuk als ik daar iets over vertel. Dus ik heb hele oude foto's uit de kast gehaald. Van bijna 30 jaar geleden. 1988. Dat is wel zo klein, hè? Kijk, maar dat is op het volgende plaatje. Bovenin, waar wij in moesten slapen. Leg het er maar op, dan raak je niet in de war met de andere. Ja. Oh, lekker. Ja. Oh, lekker, roept Hetty. Heb je het wel eens geprobeerd? Ja, dat heb ik ook eerst gehad. Als je één keer goed ligt, dan ga je hem net opslaan. En dan kun je heerlijk liggen. Nou, hoor je meer? Als je helemaal goed ligt, dan doe je het helemaal als een dekentje. Je hebt geen dekentje nodig, dat is makkelijker. Dat kindje eet giftige mieren. En daardoor is alleen al dat kikkertje aanraken is dodelijk voor mensen. Oh, handig. Nou, vinden jullie, hebben jullie genoeg gehoord of willen jullie nog iets horen over de kaiman? Ja, we willen nog iets horen. Kaiman. Ja. Kaiman. Ja, dat is mooi hoor. Het ontdekken en leren van nieuwe dingen is de beste remedie tegen dementie. Dat doen wij elke week met een groep mensen in het Odense Huis. Actief je hersenen gebruiken vertraagt het proces van dementie. Dat is wetenschappelijk aangetoond. Vakantie bij de boer. Door de krijzende meeuw in de straat denk ik ineens aan vroeger. Aan de eerste keer dat wij echt met vakantie gingen. Niet een dagje naar zee, maar een hele week. De bijzondere naam van die vakantieplek alleen al. Texel. Dat was een groot eiland in de Waddenzee. En ook voor ons was een speciaal woord. Weet jullie wat? Wij heten in die tijd badgasten. Ja, dat woord dat bestond daarvoor nooit. Je was een badgast als je naar een van de eilanden ging. Nou, nu vinden we dat heel gewoon. En wij waren de eerste badgasten. En dan ging ik. Ja, zo hoor je dat. Alweer een ei. Daar heb ik altijd heel veel met dat paard, want dat was een schat van een dier. En het leukste verhaal vind ik nog steeds. Ik had een keer iets gezien of gehoord over Concours Hippique. Ik denk, ach, dat kan God niet ook, want zo heette dat paard. Ze had wel een hoofdstel om en ik had er een lijntje aan gemaakt. Op de sloot af. Nou, ik kwam keurig over de sloot, hoor. Alleen Gonnie, die stond daar. Oh, ik kwam over de sloot. Een paard heb namelijk, die kan in één keer stoppen. En die schoot er zo. Het heeft een tijd geduurd voordat ik het thuis nog te vertellen, want ik heb al mijn donder gehad. Wat een leuk avontuur. Met het live geluid. Van de groep. Oh ja, als Henk op Lara's schouder drukt, hebben we nog één geluidje. Hè? Ja, dan moet je zo bij mij om de schouder drukken, dan maak ik geluid. Oh, heerlijk. Ja. Wat ik dan nog? Dat is goed, hè? En maar kijken naar de komst
van het paard. Nou ja, dit kon. Heerlijk toch? Geef mij ieder bochie. Oh, wat een lekker jochie. Nou, zo is die wel mooi geweest, hè, naar Vinkveen. Ja, daarom. We zijn er weer terug. Herinneringen. Herinneringen zijn als kralen in allerlei kleuren. Herinneringen zijn als rozen die lekker geuren. Herinneringen zijn als kersen op een schaal. Herinneringen zijn stukjes van een levensverhaal. Nou, applaus voor het heel mooi. Hele gedicht komen.